Onze samenleving is aan het veranderen. Hij wordt complexer en stelt ons voortdurend voor nieuwe uitdagingen. De nieuwe vraagstukken zijn complexer. De samenhang tussen maatschappelijk, economische en ruimtelijke aspecten is steeds sterker. Deze bewegingen roepen vragen op en vereisen een andere dynamiek die aansluit bij het DNA van onze stad. We willen een organisatie zijn die niet alleen meebeweegt met de samenleving. Wij willen ook actief in samenwerking met inwoners, bedrijven en andere partners vormgeven aan de bewegingen om ons heen en antwoord bieden op vragen en behoeftes uit de stad. Hierbij hanteren we enerzijds ambitieuze doelstellingen, maar doen we tegelijkertijd waar mogelijk een stapje terug. Soms zijn we uitvoerend en leidend, maar steeds vaker stimuleren, faciliteren en verbinden wij anderen. Van een autoriteit die boven de partijen staat, naar een partner voor iedereen die werkt aan het Eindhoven van morgen. Om de uitdagingen van de stad aan te gaan, vergroten we de kwaliteiten die we al bezitten en ontwikkelen we nieuwe kwaliteiten die we nodig hebben. Ons grootste kapitaal zit in de kennis en ervaring van onze medewerkers. Deze kennis en ervaring gaan we op maat inzetten, daar waar ze het meest van toegevoegde waarde zijn. Het principe van de juiste medewerker die op de juiste plek wordt uitgedaagd om te excelleren is leidend. Dit vraagt om inspirerend leiderschap en lef. Daarnaast gaan we nieuwe kwaliteiten ontwikkelen. Die ontwikkeling is gestoeld op 3 bewegingen. Allereerst de beweging van thematisch werken naar gebiedsgericht werken. Met gebiedsgericht werken zijn we in staat om maatwerk te leveren in de stad. Alle gebieden zijn gelijkwaardig, maar ze zijn niet gelijk. De kansen en uitdagingen in gebieden verschillen en vragen niet om kant-en-klare antwoorden. Ook ontwikkelen we onze kwaliteiten door het centraal stellen van de behoeften van burgers in plaats van het aanbod. Om vragen te beantwoorden op maat zoeken we verbindingen met bewoners, bedrijven en andere partners. In coalities met hen analyseren we gezamenlijk de kansen en uitdagingen waar we voor staan. Alleen zo krijgen we inzicht in de behoeftes van de stad. De tweede beweging is dus van aanbod naar behoeftegericht werken. De derde beweging is een meer integrale aanpak van vraagstukken in plaats van sectoraal beleid. De complexe samenleving vraagt om integrale afwegingen. Ruimtelijke, sociale en economische ontwikkelingen worden met elkaar in verbinding gebracht. De toegevoegde waarde voor de stad bepaalt de inzet van onze middelen en inspanningen. Onze analyses en afwegingen moeten smart worden gemaakt. Zo worden ambities, visies en antwoorden vertaald in meetbare indicatoren en haalbare doelstellingen. De indicatoren worden niet alleen uitgedrukt in geld, maar ook in inhoud en planning. Pas dan is een heldere afweging mogelijk. De veranderingen om ons heen brengen ons in beweging. Met een gebiedsgerichte en integrale aanpak, waarbij de behoefte van de inwoner centraal staat, ontwikkelen we nieuwe mogelijkheden. Als één van de spelers in de stad zoeken we nauwe samenwerking met inwoners, bedrijven en andere partners. Vanaf vandaag werken we samen met hen aan het Eindhoven van morgen.